Goedemiddag allemaal bij de allereerste Search Marketing Thursday op een digitale wijze. Het is vandaag de eerste keer dat wij Search Marketing Thursday met het IAB organiseren via een webinar. Dus het kan zijn dat nog niet alles even vlekkeloos verloopt, maar iedereen doet zijn uiterste best om het zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het is inmiddels 3:05. Ik zag dat er al meer dan 125 deelnemers naar deze webinar kijken. Dat zal in de loop der tijd vast nog wel wat verder oplopen. En daarom hoog tijd om te beginnen. Laten we beginnen met het programma van vandaag. Allereerst, mijn naam is Arjen Hoek. Ik werk voor Microsoft en ik ben actief lid van de Task Force Search van het IAB. En zal vandaag de moderator zijn. Dat betekent eigenlijk dat ik de sprekers zal introduceren en op het einde alle vragen die jullie stellen, zal stellen aan de sprekers. Maar daarover later wat meer. Vandaag hebben we een mooi programma rondom de synergie tussen SEO en SEA en hoe we dat optimaal kunnen benutten. En dat begint met als eerste spreker Hidde de Bruin. Hij is manager bij Bakker.com en hij zal het gaan hebben over de reden waarom SEO en SEA beter zouden moeten samenwerken. Vervolgens Klaas en Robert gaan ons wat vertellen hoe je als kleinere partij kan winnen van grotere spelers door slim gebruik te maken van de synergie tussen SEO en SEA. En tenslotte gaan we kijken naar een ander platform, want hoe kan je winnen binnen Amazon door gebruik te maken van de synergie tussen paid en organic. En dit zal gedaan worden door Fabiano en door Melanie. Voordat we beginnen, heb je vragen tijdens de webinar voor de sprekers? Stel ze gerust. Je kan onderaan in je beeldscherm op een button klikken, chat. En daar kan je vragen stellen. De sprekers zullen gedurende de webinar al wat vragen gaan beantwoorden. Afhankelijk van de tijd die we hebben op het einde van alle sessies, zullen we ook nog mondeling de vragen doornemen. Maar schroom niet, wacht niet te lang, typ ze gewoon daarin. En mochten er vragen zijn waar we niet aan toe kunnen komen, dan proberen we dat altijd achteraf alsnog te beantwoorden. Ik zie intussen dat we al op 160 deelnemers zijn. Toch wel heel erg mooi. En mocht er toch een collega zijn die het gemist heeft, de webinar wordt opgenomen. Binnenkort zal die per mail met je gedeeld worden. En de webinar blijft 1 week online staan. Dus dan heb je nog de gelegenheid om hem zelf terug te kijken of eventueel samen met een collega. Voordat we beginnen, ook nog even een dankwoord voor onze partners. Zonder onze partners en sponsors is Search Marketing Thursday niet mogelijk. Kijk er even goed naar en in de tussentijd vraag ik ook jullie aandacht voor iab.nl/events. Hier vind je de agenda van alle overige IAB-events. Binnenkort start weer de Summer School. Maar ook op 17 september is de volgende Search Marketing Thursday gepland. Waarschijnlijk gedeeltelijk of misschien volledig digitaal. Nou, de tijd zal het leren wat dat gaat worden. Maar dan gaan we het hebben over search automation. Maar vandaag gaan we vooral hebben over de synergie tussen SEO en SEA. En ik ga het niet verder langer ophouden. Ik wil jullie introduceren Hidde de Bruin. Hidde de Bruin is search manager bij Bakker.com. Hidde heeft al meer dan 16 jaar aan search ervaring. En ik ken Hidde toevallig persoonlijk al, ik denk ruim 9 jaar. Ik heb het even opgezocht. Hidde heeft mij destijds de eerste Google AdWords campagnes leren maken. Was destijds bij NetSociety. Dus heel erg leuk om je hier terug te zien op de sprekerslijst. Hidde heeft naast bij NetSociety ook bij andere agencies gewerkt. Ooit begonnen bij Google. Heeft bij Booking.com gewerkt, bij ABN AMRO. Allemaal grote namen in de online advertising industrie. Dus ik ben heel benieuwd naar je verhaal over de synergie tussen SEO en SEA. En the floor is yours. Nou, dankjewel Arjen. En leuk om hier uitgenodigd te zijn. Ook alweer een beetje spannend.
Kijk, volgens mij kan ik hem nu overnemen. Dank voor de introductie, Arjen. En leuk om hier bij betrokken te zijn. Ook voor mij een beetje spannend, allemaal een webinar met veel mensen erin. Maar ik ga mijn best doen om een mooi verhaal voor jullie te houden en vooral ook nuttige insights te geven. Mijn verhaal gaat eigenlijk over waarom CA en CEO beter zouden moeten samenwerken. Ik ben er al, zoals Arjen al zei, een tijd bezig binnen de search business. En het heeft me altijd een beetje verbaasd dat het zo los van elkaar zit. Ook best wel een paar keer een poging gedaan om daarin verandering aan te brengen. Dat is niet altijd succesvol geweest. Dus wat mij betreft ook een stukje learnings die ik met jullie wil delen. En hopelijk hebben jullie daar wat aan. Of wellicht ook andere ervaringen die ook gedeeld kunnen worden. Om te beginnen even kort over mij. En daarna een stukje introductie van wat gebeurt er nou met CEO en CA. Wat zijn de obstakels voor een eventuele samenwerking? Waarom zou je überhaupt moeten samenwerken? En ik wil afsluiten met een aantal praktische stappen om beter samen te werken. Dus daar wil ik jullie graag doorheen nemen. Even om te beginnen over mij. Zoals Arjen net al noemde, 16 jaar actief binnen de search marketing. Waarvan de eerste jaar of zes bij Google, van 2004 tot 2010. Daarna bij verschillende bureaus ook gewerkt, waaronder inderdaad ook NetSociety. Daarvoor voor veel grote opdrachtgevers ook gewerkt. En dan bijvoorbeeld een KLM, een Sunweb, een Randstad en best wel grote partijen. En inmiddels sinds 2013 actief bij adverteerders, waarvan eerst bij Booking.com, wat natuurlijk een hele grote club is op het gebied van search marketing. Dus daar ook veel geleerd en daarna eigenlijk meer freelance bij verschillende grote partijen zoals ABN AMRO, KLM en zoals ik al hoorde in de intro, nu bij Bakker.com. Wellicht niet voor iedereen bekend, het is eigenlijk een leverancier van planten en aanverwante producten in een heel groot deel van Europa. Dus dan hebben we het natuurlijk over Nederland, maar ook over Duitsland, UK, Italië, Frankrijk. En dat vind ik ook wel een leuke dynamiek, dat meerdere landen, dat brengt toch wel even een andere dynamiek met zich mee dan dat je in één landje bezig bent. Verder ben ik privé vader van twee kinderen, Merle en Thias, van 11 en 9 en fanatiek hardloper. Ik heb ook in het vervolgintroductie daar wat meer info over. Dus als we dan gaan kijken naar die introductie en naar de huidige pagina van Google, de zoekresultatenpagina, wat mij dan vaak opvalt en eigenlijk de laatste jaren steeds verder ontwikkeld is, en dit is natuurlijk desktop, hetzelfde geldt voor mobiel, is eigenlijk dat op het moment dat je iets intikt wat gerelateerd is aan een buying intent, dus kopen, bestellen, online, laten bezorgen, dan wordt eigenlijk de pagina gedomineerd door advertenties. En dat zit hem enerzijds in de shoppingadvertenties die steeds meer aanwezig zijn. Maar zoals je in dit voorbeeld ook ziet, ook die tekstadvertenties nemen echt een groot deel van de pagina in. En wat dat betreft is het voor SEO gewoon eigenlijk moeilijker geworden om daar een positie te claimen. Je ziet dat Google dat ook steeds meer naar zich toe trekt. Hè? Dus in het geval van de beste neutrale hardloopschoen, wat niet per se een buying intent in zich heeft, maar meer gericht is op onderzoek, zie je dat Google daar meteen een antwoord probeert te geven. En ondertussen ook een aantal suggesties doet met plaatjes en prijzen erbij, wat de shoppingadvertenties natuurlijk zijn. Ook daar werd het moeilijker voor de CEO in de afgelopen jaren om een goede positie te claimen. En dat heeft natuurlijk zijn impact op de volumes die je uit CEO kan halen. Ik heb ook nog even gekeken naar wat gebeurt er nou als ik echt heel erg gericht zoek op bijvoorbeeld een hardloopschema voor een hele marathon. En dan zie je eigenlijk dat CEO totaal verdwenen is. En natuurlijk gebeurt dit ook nog. Maar het is het is wel bijna meer de uitzondering aan het worden dan de regel dat Google de advertenties helemaal weglaat. Als we dan gaan kijken naar de verschillen tussen CA en CO,
dan zie je eigenlijk dat Google het steeds belangrijker, SEO steeds belangrijker heeft gemaakt. En dat dat vaak ten koste gaat van de zichtbaarheid van SEO. En daarvoor heeft bij Google ook heel erg de focus gelegen op de omzetgroei. En ik weet dat bijvoorbeeld bij de overgang naar mobiel rond 2013 zag je eigenlijk dat Google slechts 2 advertenties boven de zoekresultaten had. En dat organische resultaten die direct zichtbaar zijn. Als je nu een zoekopdracht doet op mobiel, dan zie je eigenlijk dat, dat je meteen moet scrollen om het eerste organische resultaat te zien. En dat heeft enorme impact ook weer op het volume van de kliks die je binnenkrijgt vanuit SEO. Wat je ook ziet is dat SEO nog steeds wel heel veel autoriteit heeft. Ik heb zeker toen ik bij Google werkte, had ik heel vaak het verhaal van ik klik nooit op advertenties. En mijn respons was dan eigenlijk altijd van nou dan moet je eens kijken hoeveel Google verdient. En dat komt eigenlijk allemaal uit advertenties. Dus er zijn wel degelijk heel veel mensen die wel klikken op advertenties. Neemt niet weg dat SEO daar nog steeds wel veel waarde heeft. En ik zelf merk ook dat ik af en toe liever even doorscroll naar beneden, omdat ik dan weet dat dat informatie die weergegeven wordt ook overeenkomt met de pagina waar ik uiteindelijk terecht kom. SEA biedt, SEA in contrast met SEO biedt dat meer zekerheid en snelheid. Dus ik denk dat in die zin SEA ook omarmd is in de marketingmix. Er wordt een bepaald bedrag ingestopt en eigenlijk heb je de volgende dag al resultaat daarvan en kan je daarop bijsturen. En kan je ook heel snel wisselen. Dus als een zoekwoord op een gegeven moment niet meer voor je werkt, om wat voor reden dan ook, dan kan je dat switchen naar wat anders. Dat is natuurlijk met SEO een stuk lastiger. En de rendementsberekening is een stuk makkelijker in SEO of SEA ten opzichte van SEO. Verder is er ook altijd de concurrentie tussen SEA en SEO. Ik weet dat nog heel goed. Toen ik begon aan bureauzijde was dat al. De soort van de intentie altijd uitspraken van we willen beter samenwerken met SEO. Maar in de praktijk was het toch vaak, ieder heeft zijn eigen target. En iedereen wil het beste voor de klant. En wie zegt dat als ik mijn advertenties op SEO bijvoorbeeld uit zou zetten, wie zegt dan dat SEO dat bijvoorbeeld overneemt? Durven we dat aan om dat te testen bijvoorbeeld? En zo ja, hoe dan? Nou ja, en dan verzand je natuurlijk al heel snel in discussies die moeilijk te beslechten zijn. En uiteindelijk leiden tot een soort van status quo waarin er niks verandert. Dus dat is mijn observatie bij veel partijen. In die zin kan je ook bijna zeggen dat bloedgroepen van SEA en SEO best wel verschillend zijn. Dus je zou kunnen zeggen, SEA is meer de snelle haas, die een beetje agressief in de markt gaat en snel op resultaat gericht is. Terwijl SEO misschien meer de schildpad kan zijn in dit verhaal, die gewoon wat meer tijd nodig heeft en in die zin ook wat rustiger te werk gaat, maar tegelijkertijd wellicht wel eerder die finishlijn haalt als het gaat om bijvoorbeeld rendement. En dan bedoel ik dat uiteindelijk het rendement op SEO hoger kan uitpakken dan dat je op SEA alles geld inzet. Als we dan kijken waar de focus ligt per bloedgroep in dit geval, dan zie je eigenlijk dat SEA heel snel de focus ligt op we hebben een budget nodig, we stellen de meetbaarheid in zodat we kunnen bijsturen. Vervolgens gaan we dat bijsturen en zorgen dat we snel de resultaten verbeteren. Waarbij SEO veel eerder geneigd is om te richten op eerst de techniek van de website. Staat alles er goed op? Kunnen we zorgen dat we gevonden worden door Google? Ziet Google ook welke content wij belangrijk vinden? En daarom ligt die techniek en content heel als eerste focus daar ten grondslag. Als we dan kijken naar de vervolgstappen, dan zie je eigenlijk dat SEA ook wel naar content gaat kijken van kunnen we niet de landingspagina's verbeteren, de funnels moeten beter, oftewel kunnen we niet de conversieoptimisatie ook beter krijgen voor het verkeer wat vanuit SEA komt. Daar zit ook een stukje overlap natuurlijk tussen, dat je de content pakt die SEO bijvoorbeeld al gemaakt heeft, want die is ook met zoekwoorden bezig. Dus die zal ook een bepaalde richting gekozen hebben met die content die weer met SEA te hergebruiken is.
SEO gaat dan eigenlijk meer kijken naar, is de autoriteit goed? Kunnen we daarin verbeteren? Kunnen we zorgen dat we intern beter linken, extern betere links binnenkrijgen? Om te zorgen dat we ook hoger gaan ranken met wat we gemaakt hebben. Vervolgens zie je dat de zoektermen of de zoekwoorden, dat dan eigenlijk een overlap is tussen de twee disciplines ook. Waarbij SEA veel meer gericht is op wat converteert goed. En daar zie je ook dat daar de focus op komt te liggen. Ik zie heel vaak dat SEO veel meer geneigd is om te focussen op waar zit het volume. Oftewel, waar gaan we ons op richten met de content die we schrijven? Dan wordt er vaak gekeken naar waar we het meest op gezocht. En dat wordt ingezet. Dus ik denk dat daar een interessante splitsing ook zit. Die eigenlijk in de ideale situatie dichter bij elkaar komt te liggen. Dat SEO ook gaat kijken naar wat voor SEA-data hebben we eigenlijk. En kunnen we zorgen dat we daar dat meenemen in onze focus met SEO. Als we dan vervolgens kijken naar waar wordt op bijgestuurd. Nou, dan zie je eigenlijk dat SEA veel meer richt op de kosten per conversie. De ROAS, de omzet. En dat SEO uiteindelijk kijkt naar hoeveel klikken krijg ik binnen. Wat is het engagement van die mensen? Blijven ze hangen? Kunnen we ze converteren naar een lead? Kunnen we ze converteren naar uiteindelijk ook omzet? Maar dat die omzetfocus bij SEA veel gerichter is. Ook omdat het, het moet hun geld wel weer teruggeven, wat er uiteindelijk ingezet is. En bij SEO is dat wat langere termijn beleid. Dus typisch is het beeld dat de SEA-specialist die zegt meer, geef een budget en een feed bijvoorbeeld. En ik geef je morgen de omzet terug. En de SEO-focus of de SEO-specialist zegt meer, ik zie kansen, maar ik heb daarbij wel bijvoorbeeld IT, ik heb content nodig, ik heb marketing nodig en ik heb tijd nodig om te zorgen dat we daar ook echt resultaat uit halen. Dus in dat opzicht zijn het echt wel twee verschillende groepen en twee verschillende bloedgroepen. De obstakels voor de samenwerking zou je dus eigenlijk kunnen samenvatten als dat ieder zijn eigen target heeft. En dat daar een soort van natuurlijke strijd zit die niet heel makkelijk te beslechten is. Ten andere kant zie je ook dat SEA best wel een verslavend effect heeft. In de zin dat het, als je het eenmaal inzet en ziet hoeveel het kan doen voor je website. En het levert enigszins op wat je er ook voor instopt in omzet en rendement. Dan wil je dat niet zomaar weer uitzetten. En de vraag dan ook is, van wat is dan de juiste balans tussen SEA en SEO? Zou ik zeg maar moeten zeggen, van is 50% SEA en 50% SEO, als je kijkt naar search als geheel, is dat haalbaar? Ik denk dat in heel veel organisaties nu die balans meer doorslaat naar meer SEA. En dat SEO een kleiner aandeel pakt. En ik denk dat een natuurlijke balans daarin, dat zoeken en dat testen en zorgen dat je daar ergens naartoe werkt, dat al een hele goede focus en een beginpunt kan zijn. Waarom zouden SEA en SEO beter moeten samenwerken? Wat levert het op? Ik denk dat op termijn dat het gewoon meer oplevert als je kijkt naar de totale rendement van je search investering. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen van ik neem de investeringen in SEO en de investeringen in SEA zet ik naast elkaar. En uiteindelijk kijk wat het onderaan de streep oplevert. Dat al een mooi overzicht biedt die op termijn ook misschien wel meer doorslaat naar een verbetering van je rendement. En ook misschien wel meer investeren in SEO dan je op dit moment doet. En dan heb ik het zeker over producten met een bovengemiddelde engagement. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan, dat kunnen planten zijn. Dat is echt wel iets wat mensen bezighoudt. Maar dat kan ook zijn auto's, dat kan zijn hardlopen. Dan heb je het meer over soort van de dingen waar mensen wat meer dan gemiddelde tijd insteken. Voor de rest zie ik ook dat SEO veel kan hebben aan de dataverzameling die SEA eigenlijk standaard heeft. SEO heeft natuurlijk ook te maken gehad met dat Google steeds minder, en andere zoekmachines ook, steeds minder data beschikbaar zijn gaan stellen. Dus vroeger kreeg je zoekwoorden terug vanuit Google van waar haal ik ook conversies uit. Die data moet SEO nu vaak missen.
Dus ik denk dat, dat SEA daar een hele nuttige bijdrage in kan leveren om te bepalen wat moet de focus voor de SEO-specialist zijn. En om daarin conversiedata mee te nemen die SEA al wel heeft. Verder kan SEA natuurlijk ook veel hebben aan het zoekwoordonderzoek van SEO. Welke zoekwoorden hebben veel volume? Vangen we daar alles al af met SEA? Zouden we daar meer in moeten doen als we bijvoorbeeld nog geen goede positie hebben in SEO? En daarbij komt dat er kwalitatief vaak hele goede pagina's ontwikkeld worden door het SEO-team. Waar je ook als SEO-specialist wat aan kan hebben. En tenslotte is het natuurlijk ook gewoon leuker en leerzamer om ook mee te denken en mee te praten over wat mensen bezighoudt en daar zeg maar een gezamenlijke strategie voor te maken. Waarbij je als SEO-specialist misschien ook heel veel te weten komt over hoe organic search werkt. Dus daar is het ook gewoon, kan het ook een ontwikkeling voor jezelf zijn. Even een voorbeeld. Ik weet dat Audi die had als focus om veel belangrijker en veel meer naar boven te komen en top of mind te worden bij het elektrisch rijden en elektrische auto's. Dus ze waren een van de eerste merken die met een elektrische auto kwamen. Maar in de perceptie van mensen kwam het eigenlijk nauwelijks voor dat mensen wisten dat Audi een elektrische auto had. Daarbij is ook gekeken naar, nou, we weten dat mensen daar vaak naar zoeken. Het is een onderwerp met een hoog engagement. En eigenlijk willen we daar ook in Google veel beter in scoren en andere zoekmachines. Nou, wat je dan zou kunnen doen, hè, dat is een hypothetisch voorbeeld, maar dat je begint met je SEA-verkeer op een heel hoog niveau inzetten, met een hoog budget, om te leren van waar zit volume, dat is één. Maar het tweede ook, waar zit volume wat uiteindelijk kwalitatief hele goede bezoekers oplevert. En vooral met die insight zou je aan de slag kunnen om een contentstrategie te maken. En je SEO-team te voeden met, dit zijn de zoekwoorden waar hoog volume op zit. Maar in dat rijtje van prioriteiten moeten we ook meenemen van, dit zijn de zoekwoorden waar heel veel engagement uitkomt. En misschien uiteindelijk, onderaan de streep, moet daarin niet gefocust worden op de zoekwoorden met het meeste volume, maar de zoekwoorden die uiteindelijk ook tot veel engagement leiden. Dus dan zou je een plaatje kunnen tekenen als dit, waarbij je zeg maar langzaamaan je SEO-verkeer afbouwt, omdat je steeds vaker op een goede positie, noem het een top 3, top 2 positie binnen SEO komt, en ervoor kiest om eigenlijk je SEA-investering langzaam af te bouwen, om je SEO-verkeer dat volume te laten overnemen, en eigenlijk veel meer een constante stijging of een constant volume naar je website te krijgen vanuit de zoekmachines. En ik denk wel dat dat een belangrijk punt is om mee te nemen in je samenwerking. Van streven we nog steeds naar de hoogst mogelijke groei, want dan zal je een ander soort samenwerking moeten ingaan dan in dit scenario, waarbij je eigenlijk meer streeft van, we willen een constant volume. En we willen eigenlijk het balanceren van SEA en SEO veel meer zorgen dat we mensen bereiken. En misschien SEA wel heel veel gebruiken om te testen van wat zien we opkomen. Het is natuurlijk een relatief nieuw gebied waar nog relatief weinig in geïnvesteerd is door andere automerken bijvoorbeeld ook. Dus er is er veel te winnen en er is ook heel veel verandering. Het is een heel dynamisch landschap als het gaat om waar mensen naar zoeken. Dus daar zou je ook SEA voor kunnen inzetten om eigenlijk een soort van de speedboot te zijn die de laatste trends volgt en vervolgens de inzichten weer door te spelen naar SEO. Nou, ik heb ook even een onderzoek erbij gepakt om gewoon even wat data te hebben en dat is natuurlijk best wel lastig om daar op grote schaal onderzoek naar te doen. Een van de partijen die dat goed zou kunnen is natuurlijk een Google. En dit is een wat ouder onderzoek, maar ik denk nog steeds dat daar wel een kern van waarde in zit. Namelijk dat stel dat je paid search uit zou zetten, hoeveel neemt organic dan over? En in dit voorbeeld, en dit zijn natuurlijk Google-cijfers, dus het is natuurlijk een beetje wij van WC eens, omdat zij er ook geen baat bij hebben dat adverteerders alles uitzetten. Maar zij zeggen eigenlijk van, we zien dat als je toppositie staat, dan is alsnog 50% van het verkeer is een soort van toegevoegde waarde bovenop je organische klikken. En dat daalt eigenlijk best wel snel. Op het moment dat je zeg maar tweede positie staat,
dan is 82% van het verkeer is eigenlijk een soort van toevoeging van paid, die je niet terugvindt als je stopt met paid. En bij een derde positie of lager is het al 96%. Nou zeg ik niet dat dit de waarheid is, dus probeer dit ook zelf te testen. Maar ik denk wel dat je ook moet realiseren dat je niet dat het een illusie is om dat je al het verkeer kan vasthouden als je paid search bijvoorbeeld helemaal uitzet. Dat je dan bijhoudt wat je had. Dus daarin is het ook het advies van balanceer dat. En kies bijvoorbeeld voor een lagere positie in paid search. Of andere zoekwoorden. Nou, tot slot wil ik eindigen met een aantal praktische stappen om de synergie op te starten. En ik denk dat eigenlijk de eerste stap is om een gezamenlijke doelstelling te hebben. En eigenlijk het liefst ook plaatsing in hetzelfde team. Zodat het heel makkelijk wordt om met elkaar een strategie te maken en dingen te bespreken. En die gezamenlijke doelstelling, die zou er ook voor moeten zorgen dat er een incentive ontstaat voor de CS-specialist. Om nou, meer over te laten aan SEO. Het bespreken van de gezamenlijke aanpak is daarbij ook belangrijk, het liefst met de manager erbij. En ik denk dat daaruit het delen van insights heel belangrijk is. Dus dat de conversiedata vanuit SEO gedeeld wordt. En bijvoorbeeld het SEO keyword research weer gedeeld wordt met SEA. Om vervolgens dat eigenlijk over elkaar heen te leggen. En je eigen strategie daarbij te herfocussen op wat belangrijk is. Nou, ik denk dat je van daaruit een aantal testcases zou moeten bouwen. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan wat gebeurt er als we SEA terugschalen als SEO een toppositie heeft. En je kan hier bijvoorbeeld denken aan je merknaam. Stel dat je zeg maar op je merknaam adverteert en je staat er ook organisch. Ik heb in het verleden ook veel testen gedaan waarbij je in de helft van Nederland SEA advertenties uitzet. Dus je pakt dan 6 provincies waar je SEA terugschroeft, helemaal uitzet. En je laat in 50% van de provincies SEA wel aanstaan. En dan kijk je wat het verschil is tussen die 6 provincies versus de overige 6 provincies. Om ook te kunnen bepalen van wat is nou, wat missen we nou als we dat doen. Dus dat kan al een scenario zijn wat je meeneemt in de testcase. Nou, vervolgens ga je evalueren, kijken wat is nou het effect. En van daaruit richtlijnen bepalen van... stel dat het voorkomt dat we een toppositie krijgen met SEO, wat gaan we dan doen met SEA? Gaan we dan afschalen, gaan we het uitzetten om vervolgens SEA-budget vrij te maken en dat weer in te richten op iets anders? Of willen we dat anders besteden? Dat is denk ik een mooi stuk om te bespreken. En eigenlijk krijg je vervolgens regelmatig controle van richtlijnen door hertesten te doen. Nou, tot slot nog een laatste tip. In Google is er ook een rapport waarin je de betaalde en organische resultaten naast elkaar kan zetten. Niet veel mensen weten dat. Je moet daarvoor wel webmaster tools koppelen aan Google Ads. Maar dan heb je eigenlijk in je rapporten, de basisrapporten, betaald versus organisch. En daarbij krijg je eigenlijk alle data naast elkaar. Wat er niet ingezet kan worden is conversiedata, maar die kun je er met een VLOOKUP best wel makkelijk in krijgen. Dus daarmee heb je denk ik een mooi startpunt om te beginnen. En dat was het. Dankjewel Hidde. Superhelder verhaal. En normaal zou ik even een luid applaus uit de zaal vragen. Maar dat gaat niet. Ik zag de eerste vragen binnenkomen in zowel de chat als de Q&A. Omwille van de tijd gaan we eerst naar de andere presentaties toe. Als er op het einde nog tijd over is, dan gaan we mondeling de vraag beantwoorden. Aan jou de vraag om zo even rond te klikken onder in de chat en de Q&A. Of als je nog een vraag hebt voor Hidde, dit is het moment om de Q&A-tool te gebruiken. En ja, nogmaals hartelijk dank voor je presentatie. En dan gaan we over naar de tweede presentatie duo dit keer van Search Marketing Thursday. We hebben te gast Klaas Schuit en Robert Hoebe. Klaas is SEO-specialist en online strateeg bij Blauwe Monsters. En Robert is CRO-specialist. Ze werken beide ongeveer 3 jaar bij Blauwe
bij de Blauwe Monsters. En ja, ze kunnen eigenlijk wel een beetje gezien worden als de eerste garde van de Blauwe Monsters. Want toen ze begonnen, toen waren ze ongeveer met z'n zessen. En nu lopen er al meer dan 30 mensen rond bij Blauwe Monsters. De titel van hun presentatie is David en Goliath in marketing. En ik wens jullie veel plezier met jullie presentatie. Bedankt, Arjen. Yes, Arjen, dankjewel. Ja, dat is het eigenlijk het onderwerp waar we het vandaag over willen hebben. Wij zagen de mededeling voorbij komen. Synergie tussen SEO en SEA binnen de zoekmachine natuurlijk. En daarbij vonden wij het, zagen wij meteen deze casus waar dat eigenlijk precies is gebeurd. David en Goliath in zoekmachine marketing. Wie ben ik? Nou, Klaas, zoals Arjen net aangaf, SEO-specialist bij Blauwe Monsters. En ik zal dit verhaal vertellen met Robert, die zich binnen Combi Motors de casus eigenlijk vooral heeft bezighouden met het optimaliseren van de conversies. En daarmee ervoor zorgen dat we het maximale rendement eigenlijk halen, zowel uit onze ads-campagnes en onze organische campagnes. Als ik jullie dan vertel wie Combi Motors eigenlijk is. Combi Motors is een speler die zich bezighoudt met de vergelijking tussen motorverzekeringen. Wat opvalt is dat zij geen affiliate-partij zijn, maar een partij die daadwerkelijk de motorverzekeringen afsluit. En het voordeel wat zij hebben is dat ze 14 partijen eigenlijk hebben waar zij hun motorverzekering kunnen wegzetten. Het is eigenlijk een hele traditionele partij waarbij ze zich altijd hebben gefocust op nieuwe motors via de motordealer. Ze hebben een hele goede connectie gehad eigenlijk altijd met de motordealers. En daar is eigenlijk altijd op geleund tot een jaar of twee, drie geleden toen ze bij ons zijn aangeklopt om te kijken wat we voor ze konden betekenen. Nou, daar hebben we het eigenlijk over gehad, over het product dat ze verkopen en wat ze doen. En vanuit daar zijn we eigenlijk gaan kijken, oké, wat kunnen we dan voor ze betekenen? Nou ja, en dat is eigenlijk hetgene wat 2 jaar geleden is gebeurd. En vanuit daar hebben we gewoon hele mooie stappen gezet op zowel organisch als advertising gebied. Hebben resultaten geboekt door goed samen te werken. Dat is ook het leuke waar ik eigenlijk op wil aanhaken. Het stukje wat Hidde vertelde, dat schildpadverhaal met de haas. Dat komt bij ons heel erg bekend voor, omdat we merkten dat je in het begin echt resultaten nodig hebt vanuit je advertising. Omdat er organisch eigenlijk nog niets gedaan was aan de website. Nou ja, en daar boekten we in de korte termijn goede resultaten mee. En nu merken we eigenlijk dat we op organisch vlak gewoon mooie resultaten beginnen te boeken. Dus ja, dat is een mooi traject geweest. Als je dan kijkt wat een belangrijk punt was bij ons. We zaten te concurreren met de grote spelers zoals een Ora, een Dix, een ANWB, noem maar op. En als je dan merkte wat heel erg belangrijk is, is dat je eigenlijk op de lange termijn dat je niet afhankelijk wil zijn van ads-budgetten van die grote partijen. Dus je moet organisch met ze kunnen concurreren om daar goed in mee te kunnen. Nou, wat is dan het voordeel van zo'n echt zo'n lekkere kleine speler in de markt? Is dat ze mee met je willen denken, dat ze out of the box denken. Nou ja, en daarin gingen wij echt op zoek naar het onderscheidend vermogen wat ze hadden en hoe we hun echt heel goed konden positioneren. En het leuke wat Combi Motors is, is dat zij, wat zij zeggen ook, motorverzekeraars door motorrijders voor motorrijders. Dus zij hebben zich echt gepositioneerd als de motorverzekeraar door andere motorrijders. En wat ook leuk is om te zien als je bij het team van ze kijkt, dat ze allemaal op een motor zitten en dus ook ja, daadwerkelijk zelf motorrijden. Robert gaat jullie meer vertellen over die obstakels waar we dan tegenaan liepen om die groei te realiseren. Ja, want die mooie titel David en Goliath, dat klinkt natuurlijk wel gaaf. Maar misschien ook leuk om even uit te leggen waarom dan hè, de David, van waar die kleine partij en hoe help je die dan? Een paar van die enorme obstakels waar we tegenop zaten te kijken aan het begin van deze samenwerking, zoals Klaas al zei, was die verzadigde markt. Net als met energie, internet en autoverzekeringbranches, ja, heb je gewoon heel veel grote vergelijkers en kleine vergelijkers. En je hebt dan nog de volgemachtigde partijen als Combi Motors die direct die verzekering kunnen afsluiten. En ja, je moet daar toch maar je kont tussen kunnen keren, zo gezegd. Dus dat was wel zo'n uitdaging. Daarnaast, zoals velen van jullie weten die zich bezighouden met advertising, zijn verzekeringen zijn natuurlijk niet de meest goedkope zoektermen om je budget op los te laten. Dus wat we al heel snel door hadden, was dat we met ja, toch wel redelijk originele strategieën op de proppen moesten komen om dit succesvol te maken, dit project. En vandaar ook die synergie tussen SEO en advertising, waar we straks op komen. Daarnaast werd al heel gauw duidelijk hoe afhankelijk je bent als motorverzekeraar van dealers.
De meeste nieuwe motorrijders of mensen die het al jaren doen, die kopen een motor en die sluiten dan gelijk een verzekering af bij de dealer. Dus die afhankelijkheid van die dealers, dat was best wel een dingetje. Dus daar moesten we ook iets op bedenken. Samen met CombiMotors ook gedaan en dat is best wel leuk geworden. Maar initieel, zeker een obstakel. Als marketeer is heel belangrijk. Data. Je wilt het liefst goed datagedreven kunnen werken. Met aan de hand van bepaalde inzichten, AB-tests te kunnen draaien, bepaalde uitspraken kunnen maken. Maar voordat wij aan de slag gingen met dit project voor CombiMotors, zaten ze eigenlijk pas, volgens mij anderhalf jaar, waren ze pas bezig met online marketing. Veel verkeer was er nog niet, dus er was gewoon heel weinig data om mee te werken. Dus we moesten echt wel even diep graven om goede ideeën te bedenken. Maar het allergrootste obstakel, dat was dat het een seizoensgebonden product is. Want je hebt natuurlijk genoeg motorrijders die in de winter rijden en ook in de herfst. Maar meestal zie je ze gewoon in de lente en in de zomer. Dan stikt het ervan. De meeste motorrijders zijn gewoon mooi weerrijders. En die vraag naar een verzekering, een motorverzekering, die stijgt enorm. Vanaf, laten we zeggen, maart, als de zon weer een beetje begint te schijnen. En rond oktober is die vraag gewoon afgenomen. De meeste motorverzekeraars die bieden ook de zogeheten winterstop aan. Dat betekent dat je in de winter als motorrijder dan is je motor niet verzekerd. Dat ook geen premie. Maar de urgentie om een nieuwe verzekering af te sluiten, die is ook eigenlijk volledig weg. Dus wij zijn voor CombiMotors begonnen in januari 2019. Dus hadden we maar 2 maanden tot het echte seizoen begon. Dus we wisten echt, oké, we moeten een korte termijn en een lange termijn strategie naast elkaar opzetten. En op basis van deze obstakels, dat was best lastig. Maar Klaas die is er heel goed betrokken bij geweest, bij die strategie. Dus die kan jullie daar iets meer over vertellen. Ja, dat klopt Rob. Als je dan kijkt naar wat is het eerste waar we tegenaan liepen, is dat inderdaad in Analytics de data nog niet normaal was ingericht. Dus conversies werden eigenlijk nog niet heel goed gemeten. En daarna zijn we eigenlijk op kantoor gaan zitten met hun en hebben gekeken, oké, hoe kunnen we jullie product echt zo breed mogelijk definiëren? Wat is hetgene wat jullie aanbieden en wat is echt jullie kernproduct? En hoe kunnen we daarmee eigenlijk zorgen dat we zowel de korte termijn succes gaan boeken en zowel de lange termijn? En dat is die duidelijke schakel geweest tussen je contentstrategie. Oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat we met SEO eigenlijk in die eerste maanden waarvan je weet, organisch is het heel erg moeilijk om resultaten te boeken, gaan we eigenlijk helpen om daar het maximale rendement uit te halen. En dat is eigenlijk hoe we altijd beginnen met een zoekwoordenonderzoek, waarmee we eigenlijk de hele vraaggestuurde markt in kaart hebben gebracht voor CombiMotors en daar ook hebben besproken om te kijken van hoe gaan we ervoor zorgen dat we eigenlijk die niche vinden waar jullie heel erg sterk zijn en zowel alle juiste content schrijven, zodat ads gewoon gerichter kan gaan adverteren dan ze nu doen. Want dat was het grootste probleem wat ze hadden. Ze hadden maar heel weinig pagina's die gericht waren op een daadwerkelijke zoekintentie, waardoor je eigenlijk niet gericht kon adverteren. Dat was echt een groot nadeel wat we daar hadden. Als je dan kijkt van, oké, hoe zijn we dat gaan doen? Dat is gewoon kijken van, oké, waar zitten die spelers en met wie zijn we de hele tijd aan het concurreren in dat speelveld? En hoe zorgen we ervoor dat we de juiste zoektermen pakken wat echt tot het kernproduct komt? Dus dat zijn die termen zoals motorverzekering, vergelijken. En vanuit daar zijn we ook steeds verder gaan uitbouwen naar type motor, naar type verzekering. Daarbij hebben we ook gekeken bijvoorbeeld, wat zijn vragen die daar in de secundaire behoefte eigenlijk omheen hangen? Dus wat zijn de vragen die ze stellen over motorverzekeringen? En we zijn pagina's gaan schrijven op de partijen die de motorverzekeringen aanbieden. En op die manier zijn we dat eigenlijk verder gaan uitpakken. En als je dan kijkt van, wat is het belangrijkste eigenlijk van het zoekwoordenonderzoek? Die eerste maanden zeg je daarmee eigenlijk, het belangrijkste is dat ze ermee kunnen adverteren. Eigenlijk met de content die we hebben geschreven. Als je vanuit daar kijkt, wat zijn we gaan doen met die advertising dan? Want die draaide eigenlijk gelijk met de SEO. Dan zag je dat er eigenlijk weinig was gedaan binnen de ads-campagnes. Het waren 4 hele basale campagnes die niet waren uitgesplitst. En ads konden dus heel erg profiteren van ons zoekwoordenonderzoek en de content die we echt in een moorddadig tempo eigenlijk zijn gaan creëren. Zodat ze daadwerkelijk de ads-campagnes konden uitsplitsen. Eigenlijk van 4 campagnes zijn we gegaan naar een stuk van 12, 13, waarmee we heel gericht konden zien wat converteert er goed. En daar zijn we ook verder mee gaan voortborduren op de content binnen SEO. Dus daar hebben we enorm mooi van kunnen profiteren met het herstructureren van het account. Dus dat heeft ons echt enorm veel opgeleverd. Als je dan kijkt naar de resultaten die dat heeft opgeleverd.
ja, die waren gewoon supergoed eigenlijk. Dat uitsplitsen van het account heeft ons echt enorm geholpen om daar die mooie resultaten mee te kunnen pakken. Als je dan kijkt, oké, wat is het echt belangrijkste als je start? Nou, kies die niche waar je echt op het kernproduct zit en bouw je campagnes om die supportclusters heen vanuit die vraaggestuurde markt. Dat is eigenlijk hetgene wat we echt hebben gedaan om daar die mooie resultaten te pakken. Als je dan kijkt naar die resultaten die we hebben gepakt, daar, ja, dit was eigenlijk het eerste jaar. Dat ging eigenlijk keihard voor wat we zagen. Hiermee moesten we echt nog heel erg leunen op advertising. En dat wisten we ook in die eerste fase. Maar je merkt dus als je die goede content schrijft, dat je gewoon veel gerichter kan gaan adverteren en deze mooie resultaten er eigenlijk daaruit kon halen. Je ziet de klikprijs dalen bijvoorbeeld. Je ziet de kosten per verzekering zijn enorm gedaald. Dus dit waren voor het eerste jaar enorm mooie cijfers. Waar we dus ook trots op konden zijn. Ja, ik geef graag weer het woord aan Robert om het volgende stuk op te pakken. Ja, kijk, als we het hebben over de hele strategie en die, vooral die synergie tussen SEO en dat stukje advertising. Ja, SEO, precies wat Hidde ook zei, hè, dat die haas en dat in die schildpad. Wanneer we aan een korte termijn online marketingstrategie denken, dan is SEO natuurlijk niet het eerste waar we, hè, wat de top of mind schiet. Maar wij wisten wel, Coin Motors, kleine speler, niet het grootste budget. Advertenties zijn duur. We gaan ermee aan de slag, maar vooral op die niche clusters, zoals Klaas al liet zien. We hebben heel goed die vraaggestuurde markt in kaart gebracht met het zoekwoordonderzoek, toegepast voor de advertising, maar ook zeker voor het stukje SEO. En dan initieel met name op de medium en longtail keywords. Ja, waarom? Ja, dat is meer niche. Daar kan je beter die kansen pakken. Die hoofdzoekwoorden, net zo belangrijk, nog belangrijker als we kijken naar SEO, want er zit veel meer volume op, uiteraard. Maar voor die korte termijn strategie zijn wij echt gegaan voor die medium en voor die longtail keywords. Want op termijn wil je natuurlijk niet afhankelijk zijn van Google Ads voor je conversies en je verkeer. Wat hebben we gedaan op basis van het zoekwoordonderzoek van Klaas? We hebben natuurlijk daar al die advertenties en die campagnes op afgesplitst. Daarnaast zijn we ook goed aan de slag gegaan met het schrijven van SEO geoptimaliseerde content. We hebben heel veel nieuwe landingspagina's gecreëerd bijvoorbeeld. Ja, dat heeft wel tot een mooie resultaat geleid, waar we straks eventjes op gaan komen. Maar door eigenlijk al die content te schrijven, voor al die verschillende vraagstukken, voor verschillende verzekeraars, verschillende merken, et cetera, hebben we eigenlijk een heel breed vangnet uitgezet aan verschillende, ja, verschillende pagina's, maar dus ook verschillende zoektermen en verschillende zoekintenties. Het hele korte termijn stuk in deze initiële SEO-strategie is dus eigenlijk het oppakken van die medium en longtail keywords, die niche keywords. Maar waar wij ook heel erg op hebben ingespeeld op die synergie tussen CA en SEO, dat is die quality score. Wellicht geen onbekende term, maar soms wordt die wel een beetje over het hoofd gezien. In principe, die quality score is hoe hoger die score, hoe beter de positie is die je krijgt met jouw bot, wat je uitbrengt. Die quality score heeft natuurlijk niet alleen te maken met SEO-content, maar content, de relevantie van de landingspagina en de content daarop in combinatie met de advertentie, de algehele landingspagina ervaring. Dus er zitten wat meer haken en ogen aan. Maar bij dit project was dat voor ons wel een van de belangrijkste initiële synergieën om te creëren. Dat stukje quality score, SEO geoptimaliseerde pagina's om je ad scherper op te maken. Ja, voor de lange termijn wil je natuurlijk absoluut niet alleen maar afhankelijk zijn van die advertenties. Wat we daarom hebben gedaan is natuurlijk al die pagina's heel goed laten indexeren. We hebben hier dat wel heel veel voor webmaster tools, Google Search Console. Al goede sitemaps aanmaken, alles. Elke keer als je nieuwe pagina's schrijft, goed laten ophalen in je sitemap. Even laten indexeren, kijken of alles goed staat, ook technisch. We konden gelukkig ook heel snel slagen maken, doordat we gewoon meerdere schrijvers op de taak hadden gezet. Waardoor we eigenlijk binnen 2-3 maanden hadden we eigenlijk 100 nieuwe landingspagina's erbij gemaakt. Van kwaliteit uiteraard. Maar ja, SEO, dat heeft nou helemaal een beetje tijd nodig om goed te indexeren. Maar wat we wel hebben gezien, is op deze slide een beetje slecht te zien, maar we zien dat dat eigenlijk al het verkeer dat landde op in januari 2019 landde dat op de homepage. Zo'n 49 zoekwoorden, dat is natuurlijk niet veel.
En toen wij daar, nou dit is afgelopen januari van dit jaar, toen zagen we eigenlijk dat het verkeer veel meer verdeeld was op veel meer verschillende pagina's. Landingspagina's, blogs, wikis, FAQ's, pagina's voor verschillende verzekeraars, et cetera. Dus dat vangnet, dat is veel breder uitgezet. En ja, dat heeft wel tot mooie dingen geleid. We zagen net januari 2020 en januari 2019. Dit is een uitdraai van de posities van dit jaar, van deze maand zelfs. En je ziet dat we eigenlijk zijn pas anderhalf jaar dus bezig. En we zijn echt op de grote zoektermen in deze branche. Zijn we gewoon aangeland op heel veel top 3 posities. Motorverzekeren, quad verzekeren, motorverzekering berekenen, et cetera. Dat kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen, al het verkeer. Dat als je met SEO aan de slag gaat, dan explodeert dat niet in één keer. Dat heeft tijd nodig. Hier zien we overigens links januari 2019 en rechts zien we januari 2020. Meer dan 100 nieuwe geïndexeerde pagina's. Wat natuurlijk goed is om dat vangnet zo breed mogelijk uit te zetten. Maar ook voor die advertenties. Voor die quality score. Want je kan natuurlijk alles op je homepagina laten landen. Maar dat werkt gewoon niet zo heel lekker. Dus dit is hoe we het hebben aangepakt. Meer dan 100 pagina's erbij. Een toename in het verkeer van 300%. Want we zaten, toen in februari zaten we op 500 bezoekers. En januari 2020 zaten we op 1700. Niet de verkeersaantallen die je hebt bij de grote webshops. Maar voor een kleine speler in deze verzadigde markt. Met spelers als de ANWB, als InShared, als echt wel flinke namen, zijn dit best wel mooie stappen natuurlijk om te maken. Zeker. Als je daarnaar kijkt, Robert vertelt dan dit, en als je kijkt naar de volgende stap, als we bijvoorbeeld nu deze maand juni vergeleken met vorig jaar, dan zie je dat we eigenlijk alweer die stap in dat percentage in verkeer eigenlijk gewoon weer doorzetten. Want we groeien dus gewoon weer eigenlijk van 1700 bezoekers vorig jaar mei door naar 3700 bezoekers nu. Waarmee je dus weer zo'n enorme stap maakt ten opzichte van vorig jaar. Nou ja, wat wij dus zagen eigenlijk als je kijkt naar het verschil tussen het begin. Als je kijkt naar die samenwerking, die synergie tussen SEO en SEA. Dan zie je gewoon heel duidelijk dat in die beginfase je heel erg afhankelijk bent van advertising. Maar dat je dat op de lange termijn eigenlijk uiteindelijk minder wil zijn. Helemaal in een markt die heel competitief is, waar je aan het opbieden bent tegen partijen met veel diepere zakken, die veel meer geld hebben dan dat wij hebben, is dat eigenlijk een enorm kwetsbare strategie. En dus ook eigenlijk helemaal niet sustainable. Omdat het gevaar is, als de andere partijen wat meer geld gaan uitgeven, ja, dan leggen wij het af. Het voordeel is dus, wat je ziet, is dat we nu die afhankelijkheid enigszins hebben kunnen indammen door nu wel organisch echt die goede posities te realiseren. Dus daarin zeggen we ook, werk in de korte termijn aan je SEO-strategie om die advertising te ondersteunen. Nou, dat doen we ook heel erg actief door goed te schakelen met de jongens van advertising. Als die bijvoorbeeld merken dat ze op de homepagina kwam bijvoorbeeld de term zakelijke motorverzekering, merkt dus dat die goed converteerde, dan schrijven wij daar snel een pagina over, zorgen dat die SEO goed wordt ingericht. En nu merk je ook dat we daar op die pagina goed ranken, maar dat het volume niet heel erg groot is, maar dat die wel heel erg goed converteert in advertising. Dus op die manier proberen we met die samenwerking en daadwerkelijk door gewoon 2 keer in de week te zitten, echt goed met elkaar samen te werken en daar het maximale rendement eigenlijk uit te halen. Als je dan inderdaad kijkt van, hoe doen we dat dan vanuit de organische kant, dat we ook advertising ondersteunen. Dat doen we veel door eigenlijk keyword gaps te maken met alle directe concurrenten en daar de kansen te zoeken in de markt. En die weer door te communiceren eigenlijk naar de spelers. De jongens die bij ons de advertising inrichten. Om zo te kijken van waar liggen die kansen. Vraag weer het woord aan Robert. En die vertelt iets hoe we er eigenlijk voor hebben gezorgd. Om dat conversiepercentage maar te blijven opkrikken. Om zo rendabel mogelijk te zijn. Ja, naast natuurlijk dat enorme stuk. Die focus op SEO en op SEA. Vinden wij het altijd wel belangrijk om ook de landingspagina zelf aan te pakken. Niet alleen op het gebied van SEO-content. Ik zie ook wat vragen binnenstromen in de Q&A overigens. Die zal Klaas zo straks voor jullie gaan beantwoorden. Want ik zie soortgelijke vragen binnenkomen.
die landingspaginervaring, die is in onze optiek best wel belangrijk. En we zien zelfs de laatste weken zien we wat rapporten en nieuwsberichten van het Google binnenkomen, dat ook UX toch best wel weer een grotere rol gaat spelen in geoptimaliseerde pagina's. Dat hebben wij bij Commotors precies zo gedaan. Nou is CRO natuurlijk ook niet iets wat over één nacht ijs gaat. Maar ook hier konden we in het begin, we hebben een korte termijn strategie en voor later werken we toe naar die lange termijn strategie. Korte termijn, we zijn heel druk bezig geweest met PageSpeed optimalisatie. Commotors.nl die heeft een vergelijkingsmodule, dat staat op een apart subdomein. Verschillende stappen in. Bepaalde data wordt opgehaald. Bijvoorbeeld worden aanbevelingen gemaakt voor specifieke verzekeraars. Dat soort processen en überhaupt laadtijden van pagina's hebben we allemaal meer gestroomlijnd, sneller gemaakt. Denk aan lazy loading, betere caching plugins, ongebruikte JavaScript verwijderen. Van alles en nog wat. Eigenlijk de dingen die je op semi-korte termijn kunt doen om impact te maken. We hebben event tracking ingesteld, dus een heleboel dataverzameling geïmplementeerd. Natuurlijk heel belangrijk, Commotors had weinig data. Hoe krijgen we meer? Nou, door gewoon goede tracking in te stellen. Google Tag Manager, Google Analytics, beste tools die je daarvoor hebt in principe. Hier zien we een klein uitdraai van Hotjar overigens op het scherm. Ook veel gebruikt, heatmapping, session recordings, ook heel veel gebruikt. Dus echt proberen om dat stukje data toch wel te pakken op de plekken waar het kon. Dus al heb je een pagina waar 1000 bezoekers op zitten in een week. Ja, door toch te proberen, door te bundelen met session recordings, met heatmapping, met event tracking, analytics, et cetera. Door toch op een bepaalde manier toch voldoende data binnen te krijgen om mee te kunnen werken. Wat hebben we dan al meer mee gedaan in het kader van UX en dus echt die funnel verbeteren? Want naast die landingspagina ervaring moest ook de CPA moest omlaag, die cost per acquisition. Die oude vergelijker, dat was nogal een klus. Als je een motorverzekering wilde afsluiten, dan was je wel even bezig, zeg maar. En we zagen heel veel mensen vroeg die funnel uitstappen. Dat kon gewoon beter. Dus we hebben een nieuwe vergelijker. Een beetje bepaalde dingen toegevoegd die gewoon eigenlijk overal wel waarde toevoegen. Denk aan een progressiebalk. Denk aan betere uitleg bij velden. Weet je, motorverzekering is niet het onderwerp waar iedereen alles van af weet. Probeer het makkelijk te maken. Wat wij eigenlijk hierdoor zagen, was door die verbetering van UX en die vermindering van of die daling van die CPA. Dat wel echt wat heeft bijgedragen aan en de posities überhaupt van landingspagina's in die zoekmachine. Maar ook absoluut het succes van je advertenties uiteindelijk. En het naar beneden drukken van die kosten. Dus als ik vanuit mijn CRO-perspectief daar iets aan mee kan geven, probeer ook bij die kleine spelers te kijken. Hoe kan ik die synergie tussen CO en CA, hoe kan ik die nou nog meer versterken? Vanuit ons als Blauw Monsters is een stukje CRO is daar wel een beetje de lijn tussen geweest. Heeft er wel echt mooi aan bijgedragen. Misschien goed als Klaas nog heel even een stukje recapt. Want we zitten wel een beetje in de tijd, geloof ik. En dat de Q&A dat er later op wordt ingehaakt. Ja, dat zoals je inderdaad kijkt naar die recap, dat die strategie heel erg duidelijk opgesplitst is in korte termijn. Dus zorgen dat je conversies blijft binnendraaien en de focus in die eerste fase dus wat meer op advertising lag. Die focus op die SEO-content inderdaad. En daarmee dus profiteren met je advertising. Dat werkte heel erg goed. In de contentstrategie zijn we eigenlijk steeds verder gaan uitbouwen. Dus we begonnen eigenlijk met de short tail en bouwden hem verder uit naar die long tail strategie. En dat is eigenlijk wat we nu nog steeds elke maand en elke week eigenlijk doen. Op zoek naar nieuwe kansen en die zowel door te communiceren op het moment dat we een nieuwe landingspagina hebben gemaakt, zodat ze die nieuwe advertising erop kunnen aanpassen en kijken of die goed converteert. En die converterende termen, die communiceren zij ook terug om te kijken van ja, waar kunnen we dan die resultaten boeken. Die quick wins, ja, dat werkt heel erg goed met kleine organisaties, met Remco, waarmee we dan bij Combimotors werken, kunnen we echt supersnel schakelen en die reageert altijd meteen als we nieuwe kansen zien en die wil overal over meedenken. En dat stuk conversieoptimalisatie inderdaad erbij heeft wel gezorgd voor een enorme boost in de rentabiliteit eigenlijk van de campagnes. En met het team inderdaad wat wij heel veel doen is na die kleine overwinningen, zoals een nummer 1 positie op motorverzekering, ja, die vieren we echt wel met Remco van Combimotors, omdat die het ook gewoon hartstikke mooi vindt dat we inderdaad dan zo'n de grote spelers zoals een AMB en een Dix weten verslaan. Nou, en dat is wel
wat in de lange termijn, als je goed schakelt met de klant en zowel een korte termijn strategie en een lange termijn strategie neerlegt, ja, dan kan je hele leuke resultaten boeken. En dat is ook wat we hier eigenlijk hebben gedaan. Dank jullie wel voor de tijd. Dankjewel Klaas en Robert voor deze mooie case. Ik denk een hele mooie concrete toepassing van eigenlijk wat Hidde in zijn eerste presentatie heeft gezegd, meer het waarom. Robert die maakte zelf ook al een paar verwijzingen naar hoe je dingen qua synergie kan doen. Maar hoe je het nog verder kan versterken door ook een stukje CRO daarin mee te nemen. Ik denk een hele mooie case. Ik zag al inderdaad ook een paar vragen binnenkomen via de Q&A tab. Ja. Dus aan jullie ook de vraag om daar nog even in te mengen. Ja. Als ik zie hoe we nu door de tijd heen gaan, verwacht ik dat we gewoon keurig de hele tijd vol spreken zonder ruimte voor vragen. Dus het zou heel fijn zijn als jullie al wat op kunnen pakken. En voor nu hartelijk bedankt voor jullie presentatie. Yes. Yes, misschien zien jullie de vlaggen achter mij. Ik ben zelf jarig, dus ik moet er vandoor voor een etentje. Gefeliciteerd. Bedankt. Ik wil de rest van de sprekers en alle kijkers heel veel succes en plezier toewensen. Fijne dag verder. Dankjewel, ja. Geniet van je etentje. Bedankt, dag. Hoi. Gaan we verder naar Melanie Frederiks en Fabiano Sardou. Zij werken beide bij iProspect. Melanie werkt daar nu inmiddels 3 jaar als Meteor SEO consultant. En in haar rol is ze zowel actief bezig met de content side, de technische kant, maar ook de autoriteitskant van SEO-optimalisatie. Fabiano die is senior PPC consultant. Hij doet het alweer 4 jaar. En hij werkt daarvoor voor aanmerken waarbij hij de campagnes doet. Nou, thanks alle dat jullie bij haar aanwezig zijn. Voordat Arjan vastliep, was hij mij in ieder geval heel mooi aan het voorstellen. Omdat hij zijn verhaal nog niet heeft kunnen afmaken, laat ik het weer doen. Even in het kort. Ik ben Melanie Frederiks. Momenteel werk ik dus al 3 jaar bij iProspect. En mijn huidige functie is SEO consultant. Ja, en ik ben Fabiano Sardou. Ik werk er ietsje langer, bijna 4 jaar. En ben senior PPC consultant. Nog wat achtergrondinformatie. Hier nog een aantal klanten waarvoor wij met trots hebben samengewerkt op het gebied van SEO en SEA op Amazon. En hier alvast een kort overzicht met de punten die we allemaal met jullie gaan bespreken. Die ging te snel. Allereerst een introductie, daarna gaan we het hebben over Google versus Amazon. Dus wat is precies het verschil tussen Google en Amazon? Daarnaast gaan we, voordat we de diepte ingaan... Een uitleg geven over de holistische aanpak binnen iProspect die wij toepassen voor onze klanten. En als laatste natuurlijk het doel van deze webinar... hoe bereik je binnen Amazon een goede SEA-SEO synergy? Yes. Allereerst goed om te weten is, iProspect heeft sinds 2014 een global partnership met Amazon. Wij zijn tier 1 partner van Amazon en dat betekent dat we daar op kantoor naar de wc mogen gaan. En zoals jullie zien hebben we samengewerkt met een x-aantal mooie merken. Om weer even helemaal terug te gaan naar het begin. Waarom moet je überhaupt Amazon aan je online marketing mix toevoegen? Voor degenen die het nog niet weten, hier zijn 3 insights gebaseerd op US-data. Die eigenlijk weergeven wat voor grote invloed Amazon eigenlijk heeft. 73% van de online shoppers start hun research, dus echt het vergelijken van producten, op een marketplace. Amazon heeft een van het grootste aanbod producten online, namelijk sinds april 2019 120 miljoen. Dat is vorig jaar alweer, dus dat is nu natuurlijk nog veel groter. En de laatste en zeker een van de belangrijkste is de conversieratio van sponsored products op Amazon is 4 keer zo hoog als op Google Shopping. Ja, dat klopt.
En in ons vak denken we nog vaak dat Bing de grootste concurrent is van Google. Sorry Arjen. Terwijl Amazon al een tijdje die trap aan het beklimmen is. Ver voorbij de rest. En dat zie je ook terug in de volgende quote van Eric Schmidt. Voormalig CEO van Google, die dit in 2014 al bevestigde. En dat zien wij ook terug in onze eigen accounts. Volgende slide is een vergelijking die we maken in Amazon en Google in de UK-markt. Waarbij we 4 categorieën hebben gekozen. En dat je ziet dat het volume eigenlijk altijd groter is op Amazon dan op Google. Als je dan terugdenkt aan het feit dat sponsored product advertenties op Amazon ongeveer een 4 keer hoger conversieratio hebben dan shopping op Google, dan is het heel logisch dat wij onze focus ook naar dit platform verschuiven. Ook zijn zoekmachine optimalisaties, dus SEO en SEA, net eventjes wat anders op Amazon dan op Google. En dat komt door 3 dingen. De eerste factor is de gebruiker. Op Google zitten de gebruikers net eventjes wat hoger in die funnel. Ze hebben een interesse, ze doen wat onderzoek. Ze gaan vergelijken en gaan dan pas over op de actie of aankoop. Terwijl op Amazon mensen vaak al weten wat ze willen hebben. En eigenlijk alleen nog maar vergelijken en dan overgaan tot de aankoop. En die mensen zijn vaak ingelogd en die hoeven soms alleen maar naar rechts te swipen en dan is de aankoop gedaan. Het algoritme van Google, de tweede factor, die is gebouwd om het juiste resultaat voor elke zoekopdracht te tonen. Dat kan verschillen van wanneer komt de PlayStation 5 uit? Die is ondertussen volgens mij beantwoord. Waar kan ik deze kopen? Hoeveel toiletpapier heb ik nog nodig? Tot kan ik mijn sok drogen in de toaster? Terwijl op Amazon het algoritme is gebouwd om simpelweg het product te tonen waarvan de kans het grootst is dat jij het koopt. Hier passen wij ook onze optimalisaties op aan. Eigenlijk een van de meest belangrijke factoren, vooral voor dit verhaal. Op Google zijn de SEO-optimalisaties vaak full funnel en SEA-optimalisaties iets lager, dus iets dichter richting de actie of aankoop. Terwijl SEO en SEA op Amazon altijd hetzelfde doel hebben en dat is meer sales genereren. En het daarom ook heel logisch is dat deze twee disciplines nog nauwer samenwerken op dit platform. Dat kunnen we doen aan de hand van 4 pilaren. Eerste pilaar, daar hebben we iets minder invloed op. Dat is welk businessmodel ga je aan? Dus ben je een merk of ben je een reseller? Aan de hand daarvan kies je dus of je een vendor of een seller bent. En de tweede, dat is voor ons eigenlijk het meest belangrijke. En dat is een goede basis in SEO en content voor jouw meest belangrijke producten. Wanneer je dat gedaan hebt, dan kan je als merk zijnde, als je je merk geregistreerd hebt bij Amazon, ook een brandstore aanmaken. En wat ik nog wel veel merk en hoor van prospects en klanten, is dat partijen zich niet op Amazon willen beginnen, omdat ze vinden dat het niet past bij hun eigen imago. Denk bijvoorbeeld aan een Bosch of een ander hoogsegment merk. Ja, Amazon is nou eenmaal een shoppingplatform. Maar dat kan je oplossen door een brandstore aan te maken. Die je de mogelijkheid geeft om in een eigen omgeving. Je moet het soort van zien als een mini website binnen Amazon. Een eigen look en feel. En dus het gewenste imago uit te stralen. En pas als dit allemaal goed staat. Dan begin je pas met adverteren. En het Nederlandse Amazon domein. Dat is begin dit jaar gelanceerd. Daarvoor konden we in Duitsland shoppen. En het adverteerdersplatform voor Nederland, dat is er nog niet. Dat verwachten we later dit jaar. Dus is het nu eigenlijk ook het perfecte moment om alle resources in die eerste 3 pilaren te steken. Met echt een grote focus op SEO en content. Yes, nou laten we dieper ingaan op deze pilaar. Wat Fabiano eigenlijk al eerder aangaf, is het algoritme heeft een andere insteek dan Google. En hiervoor zijn 4 factoren van belang. Allereerst, zijn de zoekwoorden die je gebruikt voor je product relevant? Is je consument blij met het product? En gaat een bezoeker snel over tot een aankoop? Als je deze 3 factoren samenvoegt, kom je bij de 4e factor. En dat is, hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk sales genereert binnen Amazon?
Hier nog een stap dieper op in te gaan. Met welke ranking factors houdt Amazon dan rekening mee? Wij verdelen ze in 4 kwadranten. Allereerst de performance factors. Ben je een vendor of ben je een seller? Welke prijs ga je hanteren? Hoeveel producten ga je überhaupt verkopen? En dit zijn factoren waar wij, zowel CEO als CEA, geen invloed op hebben. En dit komt pas aan de orde bij de on-page factoren. Dus de tweede kwadrant die jullie hier zien. Waarbij de focus ligt op het vindbaar maken van je product. En deze daarnaast ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor je potentiële klant. Zodat deze hem eigenlijk gaat kopen. Vervolgens hebben wij invloed op de ratings en reviews. En dat komt meer van op wat vindt men van je product. En hoe ga je als vendor of seller om met deze feedback? Het gaat aan de hand van reviews en product ratings. En de vragen die daar worden gesteld, kunnen wij dus weer als input gebruiken voor het verder optimaliseren van je productpagina. Al deze factoren en werkzaamheden die ik net heb benoemd, zijn op invloed op de user signals. Het is het laatste kwadrant linksonder. En deze verbeteren de factoren die worden benoemd, zoals bijvoorbeeld de conversieratio. Om er dus uiteindelijk voor te zorgen dat er meer sales worden gegenereerd. En dit is voor zowel CEO als CA belangrijk. Hierbij zien jullie ook nog een percentuele verdeling van de werkzaamheden, hoe ik ze doe op het gebied van CEO, waarbij de focus echt ligt op de on-page factors. Ja, wat voor werkzaamheden zijn er dan eigenlijk specifiek voor SEO op Amazon? Ja, goed om te weten is, er is altijd een hoofddoel waar ik van uitga. En dat is echt, hoe zorg je ervoor dat het product van je klant vindbaar is binnen Amazon? En hoe maak ik deze zo aantrekkelijk mogelijk, zodat mensen het gaan kopen? Dit gaat aan de hand van 4 stappen. Allereerst is het van belang om zoveel mogelijk inzichten te verkrijgen van je potentiële klanten. Dus hoe zoeken zij eigenlijk binnen Amazon? Daarnaast kijk je naar de concurrenten. Hoe bieden zij de producten aan? Wat voor content hebben zij op de productpagina's? En daarna kijk je ook nog naar de sectors binnen Amazon. Nou, wanneer je dan de inzichten op een rijtje hebt, kun je beginnen met het optimaliseren van de content van de PDP. Om het product, wat ik net ook al zei, zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor je potentiële klanten. Een belangrijk onderdeel van SEO is daarnaast ook om de visibility binnen Amazon te versterken. En dit kan met behulp van een brandstore. Daar ga ik later nog even dieper op in. En als laatste is het van belang om te monitoren hoe je producten lopen en daarop inzichten te krijgen en dan weer door te gaan optimaliseren. Wanneer we het hebben over SEA zijn de kwadranten buyability en visibility ook van groot belang. Yes, en ja, als SEO dus aan de slag is geweest en de content goed staat, hebben we productpagina's nog populariteit nodig. Dus dat betekent dat ze verkeer nodig hebben en daarna pas geoptimaliseerd kunnen worden. SEA kan daarop aansluiten met 4 strategieën die we hier op dezelfde manier in kaart hebben gebracht binnen de sponsored ads advertentietype. Eerste is het verdedigen van je eigen merk tegen concurrenten die dat willen inkopen. Zoals meesten wel weten, gebeurt dat natuurlijk ook op Google, is dat vaak erg prijzig. En op Amazon is dat een stuk makkelijker en een stuk meer fair game en ook dus goedkoper voor concurrenten om dat te doen. Tweede strategie is om precies hetzelfde te doen, het aanvallen van de concurrenten, voor soortgelijke producten. Denk bijvoorbeeld aan de hardloopschoen van Hidde. Hidde die kijkt op Amazon om zijn favoriete Nike hardloopschoen te kopen en toen hebben wij voor Under Armour hebben wij de zoekwoorden van Nike getarget, dus voor relevante categorieën, dus voor schoenen, voor shorts, om zo meer verkeer te kunnen genereren. En dat werkte heel goed, omdat Nike niet aanwezig was met advertenties.
Derde, en eigenlijk een heel belangrijk is, wanneer SEO productpagina's heeft aangemaakt voor nieuwe producten die nog geen populariteit hebben, kan SEO dus ondersteunen door heel snel meer verkeer in te kopen op de merknaam, maar voornamelijk op generieke zoekwoorden en dan ook nog categorie en interesse targeting. En als laatste kunnen we opschalen door generieke en concurrente termen verder uit te breiden om zo nog meer bezoek en sales te genereren. Ja, ook kunnen we sponsored brand advertenties inzetten om meer verkeer richting de brandstore te testen. Laten we het nu dan hebben over de brandstore. Wat eerder al benoemd is dat een brandstore optional is in onze holistic approach. Dat komt omdat je een brand registry moet hebben. En dat is niet voor iedereen mogelijk. Maar wanneer je dat wel hebt, zijn er verschillende doeleinden van een brandstore. Allereerst heb je het vergroten van traffic en bereik. Dit behaal je door categorieën van waarvan je weet waarop potentiële klanten zoeken, toevoegen aan de menustructuur van de brandsite. Deze inzichten haal je dus zowel vanuit SEO als vanuit CR-rapportages. En daarnaast gaat de structuur van de brandstore hand in hand met de user experience, waardoor bezoekers makkelijk kunnen navigeren binnen de brandstore en zo elk wenselijk product vinden. Zoals Fabiano eerder ook al uitlegde, zijn sommige bedrijven huiverig om op Amazon te gaan, omdat ze vinden dat het niet bij hun imago past. Maar zoals je eigenlijk aan de linkerkant ziet, heeft Under Armour dit goed aangepakt. En daarnaast is het van belang om dus je brandimago te alignen met de andere kanalen die je hebt in je marketingmix, zodat deze ook herkenbaar is voor je bezoekers. En als laatste, wanneer er promoties zijn, kunnen pagina's door SEO worden aangemaakt binnen de brandstore, waarbij SEO weer extra verkeer kan pushen met behulp van advertenties. Klopt. En ja, dan komen we bij het hele onderwerp van vandaag. Kijk, als al deze optimalisaties bij elkaar vragen gewoon een nauwe samenwerking tussen de twee disciplines, dus Melanie en ik. En zonder optimalisaties van SEO kan SEA niet succesvol zijn en andersom. Of je moet geduld hebben om te wachten op die schildpad van Hidde. Nou, ik in ieder geval niet. Hierdoor dus ook nog één slide om het nog een keer goed uit te beelden hoe die samenwerking dan gaat. Eerste stap bijvoorbeeld is SEO die doet onderzoek. Maakt productpagina's aan zo goed als ze kunnen. Waarbij SEA het zoekwoordenonderzoek van SEO kan gebruiken en dat verder kan uitbreiden om snel betaald verkeer te genereren richting die productpagina's. Wanneer we genoeg verkeer hebben, delen we deze inzichten met onze SEO-maatjes, die dit kunnen gebruiken om de productpagina's verder te verbeteren. Ten slotte, ja, zonder data is het best moeilijk te optimaliseren. Vervolgens, voorbeeld is bijvoorbeeld door de producttitel te matchen met de zoekopdracht, kunnen we het resultaat beter matchen en zodoende het klikratio verbeteren. En dat is voor beide SEO en SEA van toepassing. Door andere on-page factors zoals foto's en de bullet points, nog een aantal andere zaken te optimaliseren, kunnen we het conversieratio verbeteren, ook weer op beide van toepassing. En vervolgens zal het A9-algoritme, wat Melanie eerder besprak, deze verbeterde signalen moeten oppakken, zodat het product ook organisch beter gaat ranken en we zo meer organisch verkeer binnenhalen. En op dat moment synchroniseren we weer met elkaar, waarbij SEO het organische zoekwoorden en winkelmandanalyse voor de premium vendors onder ons kunnen delen, zodat SEA dan weer de zoekwoordenscope verder kan uitbreiden en advertenties met elkaar kan combineren. En vervolgens kan SEO ook nog, zoals Melanie net zei, de productpagina's nog relevanter maken door het commentaar en de vragen uit de reviews verder te verwerken in de content van de pagina. Klein voorbeeld wil ik hierbij geven. Begin van corona kreeg ik best wel last van mijn rug door de hele tijd zitten op deze stoel. Het is een lekkere stoel, maar als je de hele dag op zit, best wel irritant. Dus dacht ik ik moet gaan trainen.
En dat was een tijdje geleden. Nou, dat deed ik de eerste week op mijn voetenbankje, waar ik mijn schoenen ook op strik. Nou, dat ding is best wel hard. Dus ik dacht, oké, op een gegeven moment ga ik een fitnessbankje kopen. Dus ik ging naar Amazon. En ik was een beetje aan het vergelijken, maar ik heb niet zo'n groot appartement. Dus ik wilde een fitnessbankje hebben dat dan dichtklapt. En ik kon nergens zeker weten of dat dingetje nou dichtklapt of niet. Want ze zeiden dat niet in de content van de pagina. En er was één adverteerder die dat dus wel liet zien. En die liet dat meteen in de plaatjes zien. Van dat ding klapt dicht. En dat was dus ook meteen de speler waar ik bij kocht. Ondanks dat hij iets duurder was dan de rest. En dat laat gewoon zien hoe belangrijk het is om dit soort dingen SEO-technisch te kunnen verwerken. Zodat beide kanalen daar profijt van kunnen hebben. Nou, zoals jullie zien maakt dat de cirkel af. Optimaliseren we de content, het verkeer. En genereren we meer sales en begint de cirkel eigenlijk weer opnieuw. Ik zou hier graag een soundclip van The Lion King willen spelen. Maar dat is me niet gelukt. Dus stel het je een beetje voor. Dit is eigenlijk hoe wij als specialisten een goede basis kunnen leggen voor SEA, SEO, synergie op Amazon. Dankjewel. Wat een mooi en helder verhaal. En leuk om de Amazon-kant hierin te horen. Ik heb even op de tijd gekeken en we hebben nog een paar minuten. Dus we gaan nog even een paar vragen doen. Maak ook vooral gebruik van de Q&A-functie hieronder. Ik zag nog geen vragen voor Melanie en Fabiano. Dus laat ik er maar even eentje stellen. Hidde die opende in zijn presentatie met een slide uit 2012, zijn we achtergekomen via de Q&A, over de impact van wel en niet adverteren op in hoeverre je nou aan het kannibaliseren bent op organic. Hebben jullie enig zicht over de kannibalisatie die er is op Amazon, als je wel en niet adverteert? En hoe ga je daarmee om in je strategie? Ja, goede vraag. Het antwoord is ja, er is sprake van kannibalisatie. In deze webinar was het idee meer om het simpel te houden en de basis van de SEA-synergie op Amazon toe te lichten. Maar wanneer deze basis goed staat, en dit doe je dus eigenlijk ook op Google, en dat is ook al eerder besproken, wil je gaan testen. Dus dat kan je doen op verschillende manieren. Dus je zou dat op merknaam en op generieke termen willen doen. Dus bijvoorbeeld door zoekwoorden in SEA uit te zetten of in een mate af te bieden, waardoor we daar minder verkeer gaan genereren. En zo dan monitoren of organisch dat dan compenseert. En dan zo nodig bijsturen. En het tweede is bijvoorbeeld producten die nog laag ranken. Om daar dan bij te sturen, dus daar weer campagnes op te activeren, zodat die meer verkeer kunnen genereren, het A9-algoritme weer oppakt, dat hoger gaat ranken en dan minder hoeft te adverteren. Het is eigenlijk een kwestie van constant monitoren, constant testen, zodat je zo efficiënt mogelijk gebruik maakt van je budget, je zichtbaarheid vergroot en steeds meer stuurt op de incrementaliteit. Oké, helder. Dankjewel, goede toelichting. Dan heb ik nog een vraag. Ik weet niet of je er nog bent, Hidde. Ik ben er nog. Ah, kijk, wat goed dat je er nog bent. In je presentatie gaf je aan dat je eigenlijk verantwoordelijk was voor zowel SEO als SEA bij Bakker. We hebben natuurlijk een turbulente tijd gehad in de afgelopen maanden. In hoeverre heeft COVID nou impact gehad op jouw strategie tussen zowel SEO en SEA in deze periode? Dat is een goede vraag. We hebben natuurlijk enorme vraagexplosie, we hebben een vraagexplosie gezien binnen onze categorie. Dus mensen gingen veel aan de slag met planten en daarmee gingen ze ook meer planten bestellen. Mm-hmm. Dat had als resultaat dat we eigenlijk de vraag niet goed aankonden en SEA soort van uit is gezet voor een bepaalde periode, of in ieder geval op een heel laag pitje.
En het was wel interessant om te zien wat er dan gebeurt met SEO. Dus je ziet dan eigenlijk dat SEO toch wel een stuk overpakt van je SEO-resultaten, van je SEO-resultaten. Dus daar zijn we zeker door, wat ons betreft wel geïnspireerd. En de focus heeft heel erg gelegen op het verbeteren van de website en het verbeteren van onze SEA-rendement. Dat is al heel goed gelukt. Dus de vervolgstap ligt heel erg op SEO. Dus dat is zeker iets waar we op gaan focussen in de komende periode. Mede doordat we ook hebben gezien dat daar nog heel veel potentie zit. Dat eigenlijk. Beantwoord dat je vraag? Ja, zeker. Helder en interessante periode om op allerlei vlakken learnings uit te halen. En ik denk ook zeker dat we dat met z'n allen moeten doen. Dat een moment als deze zeker gebruiken om te leren om er beter uit te komen, sterker uit te komen met nieuwe inzichten. Dus dankjewel. En voor Klaas en voor Robert, jullie hebben de vraag eigenlijk al beantwoord in de chat, maar ik vind het wel interessant, hè, want jullie zijn vorig jaar, begin 2019, zijn jullie gestart voor de motorwebsite met het aanmaken van nieuwe pagina's. Ja. Een deel van SEO is inderdaad content, een stuk techniek. Ja. We hebben eigenlijk in geen een van de presentaties heel uitgebreid gehad over autoriteit. Ja, klopt. Er werd gevraagd door Sander van, goh, hoe hebben jullie nog verder gewerkt aan de versterking van de content en de nieuwe landingspagina's? Zou je daar wat over kunnen vertellen? Ja, wat natuurlijk het voordeel was, is dat de Combimotors eigenlijk altijd al vanuit hoe ze gewerkt hebben, eigenlijk super goede binding heeft gehad met alle motordealers, omdat daar al die verzekeringen werden afgesloten. Dus die hadden al 45, volgens mij uit mijn hoofd, motordealers die ze al hadden aangesloten. Dat zijn super relevante websites eigenlijk binnen die markt. Dus die zijn we eigenlijk ook allemaal gaan vragen om te verwijzen naar die pagina's, zodat ze meteen die funnel ingingen, omdat ze toch al die samenwerking doen. Uiteindelijk heeft dat natuurlijk wel bijgedragen aan de relevantie van die pagina. Daarnaast doen ze eigenlijk heel erg veel met motorbladen ook, en ook in digitale artikelen. In het verleden hebben ze daar eigenlijk nooit op gefocust om dan daadwerkelijk daar die backlinks ook bij te krijgen, omdat ze er eigenlijk nooit mee bezig waren. En nu hebben wij ze eigenlijk altijd zitten boosten van, jongens, let op, zorg dat je er een follow backlink in krijgt. Dan kan die waarde ook uit die relevante pagina mooi worden doorgegeven. En daarnaast gaan we zelf gewoon op zoek naar mogelijkheden voor die outreach, om te kijken van, oké, wat is relevant binnen de markt en waar kunnen we zorgen voor mooie samenwerkingen. Dat is eigenlijk wel de manier waar we eigenlijk mee hebben kunnen concurreren met grote spelers zoals een ANWB en een Dix, die eigenlijk veel groter zijn en als domein veel meer autoriteit hebben. En toch is het wel gelukt om op die focusgebieden daar gewoon goed te kunnen concurreren eigenlijk. Maar het is zeker belangrijk om daarin mee te kunnen. Mooi, goede strategie. En inderdaad ook goed om te horen wat meer details hoe jullie dat opgebouwd hebben. Ja, dankjewel. Ja. Dit was het einde van de Q&A. En daarmee komen we ook bij het einde van deze sessie. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor je aanwezigheid vandaag. Ik wil de sprekers bedanken voor hun goede presentaties, voor het beantwoorden van de vragen. En anders zou ik jullie de hand schudden en even een borreltje en een bitterbal doen. Maar die houden we te goed voor een later moment. En, afgesproken. Deal. En 17 september staat de volgende Search Marketing Thursday gepland. Het zal gaan onder andere over search automation. In de tussentijd gaat er ook nog een hele mooie whitepaper uitkomen over search automation. Dus hou de IAB-kanalen in de gaten. En voor nu wil ik jullie een hele fijne dag wensen. Heel erg bedankt, Arjan. High five, Arjan. Graag gedaan. Doei doei. Thanks. Dankjewel. Hoi hoi. I don't know about my dreams.
my love for it.